leggen voor de ram. Bevriezen. En luisteren. Dus het is belangrijk om te luisteren. De kaart is ook een teken van geluk. Dus dat is mooi. Maar luister, want er worden tekens gestuurd, zeg maar. Dus die moet je kunnen horen. Ja, een pauze, hè, een rust. Of iets wat even in de ijskast staat. Waarde 10. De beker is 9. De keizer. Er is iets ten einde gekomen. Maar dat brengt jou je wensvervulling. Je bent super blij, heel erg gelukkig. Het is iets dat je je poot stijf hebt gehouden en niet bent geweken. Je niet hebt teruggetrokken. En nu krijg je wat voor jou is, jouw wensvervulling. Met liefde, geliefde. Dus dat is die soulmate. Zou zelfs tweelingziel kunnen zijn met een geliefde. En de pentakel 6, koning van zwaarden. Dus jij en je geliefde komen samen, eindelijk. Ik heb het gevoel dat je er lang op hebt moeten wachten. Voordat die ander zover was. Ja, de aas van staven. Een nieuw begin. Call. Het oordeel. De keizerin. Dus we hebben de keizer en de keizerin. Dus een echt power koppel. Ik denk, want jij bent heel erg sterk. Hè? Je hebt niet geweken. Je hebt volgehouden. Je hebt je vastgehouden aan jouw wens. Wat wil je? En je hebt geen genoegen genomen met minder. Die ander, die is ook heel erg sterk. En die heeft aanpassingen in zijn of haar leven gedaan. En nu, ja, kunnen jullie samen tot passionele nieuwe begin aangaan. Ja, er komt een nieuw begin aan. Voor jullie samen. Een stabiel nieuw begin. Er moest iets eindigen om te kunnen beginnen. Jullie hebben het allemaal zelf in de hand. En ik denk dat je dat weet. Dat je dat wist ook. Want ja, je hebt er zelf voor gezorgd dat alles is gelopen zoals het is gelopen. En dat het allemaal goed is gekomen. Dat is het vooral. Jij wist wat je wilde. Dus daar ben je voor gegaan. Dus je hebt alles zelf in de hand.
Je hoeft geen genoegen te nemen met minder. Je kunt altijd krijgen wat je wilt. Altijd. Er komt communicatie aan. Deze persoon die is bijna geobsedeerd door jou. Kan aan niks anders meer denken. Dus je kunt heel snel communicatie verwachten. Dus hou vooral je poot stijf, hè. Diegene komt naar jou toe. Op de juiste manier. Met liefde, alleen maar liefde. En geen spelletjes. Geen liegen, geen bedriegen, geen spelletjes, maar echte liefde. Succes komt eraan. Die liefde tussen jullie die gaat alleen maar nog meer groeien. En het is een beetje alsof het een bepaalde kant op kon gaan. Maar dat wilde je niet, want jij wilde die echte liefde. Dus je hebt op tijd je teruggetrokken. En nu kan het op de goede manier gaan groeien tussen jullie. Dat is eigenlijk een beetje wat ik zie. Als het logisch klinkt. Hoop ik dan maar. Dus jij hebt je teruggetrokken. En nu komt de beker 3. Het zou kunnen zijn dat een van jullie nog in een relatie zat. Dat de reden is waarom jij je hebt teruggetrokken. Dus dat zou kunnen. Dat zou een reden kunnen zijn inderdaad. Dat je dat niet op die manier wilde beginnen. En dat het nu op de juiste manier kan beginnen tussen jullie. Ik zie dat die ander echt aanpassingen doet in zijn of haar leven. Transformatie doorgaat. Klaar is voor dat nieuwe begin. De beslissingen zijn genomen. Die zijn genomen. Die transformatie is doorgemaakt. En ja, jullie zijn er allebei klaar voor nu. Voor die nieuwe start. Er is iets veranderd. Vooral bij die andere persoon. Dus er is iets veranderd wat het allemaal anders maakt voor jullie. Dus wat het mogelijk maakt voor jullie om samen te komen. Iets wat je niet had verwacht, denk ik. Of misschien voor ooit in de toekomst. Maar niet zo snel al. Dus blijf vooral doen wat je deed. je poot stijf houden, hè. Al die gevoelens, emoties zijn naar boven gekomen. En ja, hij of zij kan gewoon niet anders dan daarmee naar jou toe komen en het aan jou geven. Want hij of zij wil bij jou zijn, met jou samen zijn, in een liefdesrelatie. Dus deze persoon weet dat jullie bij elkaar horen. Dat die gevoelens er zijn, dat jullie soulmates zijn, tweelingzielen. Dat is bekend. Dus het is een kwestie van tijd en het komt allemaal veel sneller dan je had gedacht. Neem een besluit. Nummer 11 en 12. Dat is ook grappig.
Want we hebben, nou ja, ik denk iets van 50 kaarten. Dus twee opeenvolgende nummers, dat is wel bijzonder. Ja, die verandering die komt eraan. Jullie relatie gaat groeien. En als je dat wilt, dan kunnen jullie samenkomen in die liefdesrelatie. De tijd komt eraan dat het allemaal mogelijk is en dat het kan gaan groeien. Dus ja, yeah. Ziet er super mooi uit. Dus nou, heel veel succes met alles. En ja, ik zie je de volgende keer weer. Oké, dag!